Meneer de rector, dames en heren. Het is 14 jaar geleden dat Hans Visser mij vertelde dat hij een probleem had bij het invullen van zijn lesprogramma. Een gewaardeerde collega was onverwachts vertrokken en in een krappe arbeidsmarkt bleek vervanging heel moeilijk te vinden. Daarop riep ik in een vlaag van jeugd en overmoed spontaan: dan doe ik dat vak toch een keer voor je. Dat was de juiste reactie. Zo weet ik nu, maar met veel plezier verzorgd van 15 leergangen van het vak inleiding geld en bankwezen. Het zal u dus niet verbazen dat het vandaag over geld gaat. Meer precies, het gaat over geldschepping. In een markteconomie is geld allemaal aanwezig. Bijna iedereen vindt geld belangrijk. Maar tegelijkertijd hebben veel mensen geen idee wat geld is, waar het zijn waarde aan ontleent en hoe het in omloop komt. Nogal wat analisten hebben recentelijk ontdekt dat het meeste geld niet door de overheid, maar door of de centrale bank in omloop wordt gebracht, maar door gewone commerciële banken. En het is inderdaad zo dat bankbiljetten door de centrale bank, maar giraalgeld door commerciële banken wordt gecreëerd. Velen vinden dat de overheid het alleenrecht zou moeten hebben op het uitgeven van nieuw geld. Ik zal vandaag juist verdedigen dat het een hele goede zaak is dat de overheid tegenwoordig niet meer aan de geldkraan zit. Het komende half uur zal ik eerst stilstaan bij het geldbegrip zelf, bij geldgebruik en bij het belang van prijsstabiliteit. Daarna beschrijf ik beknopt het proces van geldschepping. Daarop bespreek ik enkele actuele voorstellen om het geldstelsel ingrijpend te hervormen. En vervolgens tracht ik de bruikbare elementen uit de diverse voorstellen te integreren. Dit alles gebeurt nogal kort door de bocht, terwijl het weer passende materie betreft. Daarom ben ik zo vrij geweest om een en ander verder uit te werken in het boekje dat u in afloop krijgt uitgereikt. Misschien niet per definitie genuanceerder, maar in ieder geval meer uitgebreid. En uiteraard verantwoord met voetnoten en verwijzingen. Ik wil graag beginnen met een definitie van geld. Geld is datgene dat binnen een bepaalde samenleving algemeen wordt geaccepteerd als ruilmiddel, rekeneenheid en vermogensobject. Met geld kun je aankopen doen, je kunt ermee rekenen en je kunt ermee sparen voor toekomstige uitgaven. Er zijn ook mensen die denken dat geld meer functies heeft, zoals die van bindmiddel in de samenleving. Dit is inderdaad iets dat heersers en politici graag doen, een eigen munt in omloop brengen, met daarom mooie symbolen om de saamhorigheid van het volk te bevorderen. Met wisselend succes. Toch heeft geld geen nationale symbolen nodig. Want de functies van geld zijn in de loop der tijd op de meest uiteenlopende wijze ingevuld. Denk aan betaalmiddelen gebaseerd op graan, metaal, stenen, tabak, rijst of schelpen. Het begrip rijkdom had in het Egypte van 3000 jaar voor Christus een geheel ander karakter dan vandaag. Uiteindelijk is geld boven alles een afspraak. Het ontleent zijn waarde uitsluitend aan het vertrouwen in algemene acceptatie. Daarom spreken wij van fiduciair geld. Zodra dit vertrouwen verdwijnt, verliest geld zijn waarde, ongeacht het materiaal waarvan het gemaakt is. In dat geval helpt ook de status van wettig betaalmiddel niet meer, behalve als deze met bruut geweld wordt afgedwongen. Alles wat te koop is, kan met geld worden betaald. Maar niet alles is te koop. Dat hadden de Beatles al door toen zij zongen: I don't care that much for money, because money can't buy me love. Dat waren dan wel dezelfde Beatles.